Het regenseizoen heeft zich sinds kort aangekondigd en dat hebben we met z'n allen gemerkt de afgelopen dagen, waarbij enkele gebieden onder water zijn gelopen. Met de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie praten wij hierover. Inderdaad is er in de afgelopen etmaal enorm veel regen gevallen. Om precies te zijn in Paramaribo-Noord ongeveer 65 mm. Midden Paramaribo 101 mm en in het zuiden ongeveer 75 mm. Als je berekent dat we per gebied ongeveer praten over 25 vierkante kilometer oppervlak, dan praten we over meer dan 1,5 miljoen kubieke meter water wat we in totaal oppervlak hebben moeten verwerken. De pompcapaciteiten zijn gemiddeld ongeveer 21.000 kub per uur. Dus even gauw uitgerekend zou je per pomp ongeveer 77 uren moeten pompen. Gelukkig hebben we meerdere pompen op sommige locaties. Dus dan kan je bijvoorbeeld voor Paramaribo Noord kan je die 77 gaan delen door 4. Om ongeveer op 20 pompuren dat je nodig gaat hebben om die hoeveelheid water ten opzichte van dat oppervlak te kunnen wegpompen. Er is niet weinig regen gevallen vanaf, ik dacht, 2 uur in de ochtend. Onze manschappen bij de afdeling Sluizen, Pomp en Gemalen, die zijn gewoon de hele nacht in de weer geweest. En de pompen hebben gedraaid en vanaf een paar uur geleden, toen het water in de rivieren toeliet, hebben wij ook de sluisdeuren opengemaakt. Dat zal tot vanmiddag in Paramaribo Noord zal ongeveer 16:30 zijn, zullen de deuren open blijven in het midden tot 17:30 en in het zuiden tot 18:30, tot het Saramaca kanaal. En dan gaan we weer de pompen aanzetten natuurlijk. Dus ja, we zijn ermee bezig met de situatie. Op sommige plekken heeft het wel tot overlast gezorgd. Dat denk ik bijvoorbeeld aan de binnenstad. Zeker van een aantal winkeliers heb ik zelf ook privéberichten gekregen, waarbij aandacht wordt gevraagd om deze situatie zoveel als mogelijk te beheersen. Ik heb hun dus die feedback ook gegeven. Er is een aantal prioriteitgebieden waar we nu actie moeten ondernemen. Natuurlijk het noorden van Paramaribo willen we Clevia, zoveel als mogelijk Clevia, Blauwgrond, Geiersvliet, dat is een aandachtsgebied. We hebben Beekhuizen, hebben we last van heel veel overlast, dus daar gaat er sowieso een machine naartoe. Inclusief Paramaribo Zuid hier op Zorg en Hoop. Ik heb net door Zorg en Hoop gereden. En de wegen die afhankelijk zijn van het Overeemkanaal, die zijn onder water. Dus het Overeemkanaal zullen we zeker bij de plekken waar er duikers zijn. Denk maar aan de Gladiolenstraat, zijstraten van de Zonnebloemstraat. Waar de duikers onder de weg lopen, gaan we kleine machines zetten om te kijken of er eventuele verstoppingen zijn. En op Beekhuizen, zelfde geval. We hebben mensen ook al water in hun huis gehad. We hadden te maken dus met een springvloedsituatie, dus het water is heel lang hoog gebleven in de rivier. Maar op die plekken zien we wel dat als we een machine zetten om extra schoon te maken, dat wel de situatie moet helpen. We zijn wel al een hele tijd bezig hoor, dus het moet niet lijken alsof OWI nu pas in actie komt. We zijn het hele jaar door bezig geweest, ook in de droge tijd. Ik heb af en toe voor de grap wel wat berichten gekregen van kennissen die vroegen sinds wanneer OWI in de droge tijd kanalen ophaalt, want dat zijn ze niet gewend om te zien. Dus we hebben wel een deel van de achterstand en onderhoud die van de afgelopen jaren was opgebouwd, hebben we wel enigszins kunnen inlopen. Maar oké, we hadden nu dus, was er sprake van volle maan, springvloed en dus een extreme regenval. Dus die combinatie is altijd heel erg lastig en die zorgt voor overlast. Maar de mensen kunnen zelf ook zien dat het water veel sneller wegtrekt dan in het verleden het geval was. Dus daarmee kunnen ze zien dat de werkzaamheden die we in de droge tijd hebben uitgevoerd, dat die een resultaat hebben. Maar ja, natuurlijk voor het individu die het op dat moment meemaakt, die hebben daar natuurlijk geen boodschap aan. Die willen gewoon niet onder water lopen en ik heb daar alle begrip voor. En daarom zullen we dus op de plekken waar additioneel equipment nodig is, zullen we dat equipment ook inzetten. En het vorig jaar is uw ministerie samen met andere overheidsorganen landelijk gestart met diverse ontwateringswerkzaamheden. Hoe ver bent u met die werkzaamheden, met het uitvoeren daarvan? Ja, Eendracht maakt macht. Dus we hebben vorig jaar regulier overleg gehad met
de directoraten van LVV en regionale ontwikkeling. Om zo gezamenlijk prioriteiten vast te stellen. De DC's zijn daar hele belangrijke actoren in, omdat zij direct met de samenleving in contact zijn. Zij gaan naar de gebieden waar bijvoorbeeld een weg in deplorabele staat is, waar bijvoorbeeld bussen niet naar binnen kunnen rijden en de schoolkinderen verstoken zijn van onderwijs of andere vormen van overlast. Ik heb toevallig, ik kom net uit een meeting met de DC's van Paramaribo en de DC's van Wanica. Om zo de prioriteiten ook samen vast te stellen. Dus dat regulier overleg is wel nog steeds van kracht. En met de DC's hebben we dus afgesproken dat wij, ik ga een aantal gebieden noemen, dat de mensen ook weten waar wij onze aandacht op vestigen. In Wanica Noord kijken we naar het Eureka-project. We kijken naar Magenta Kanaal, leiding 10, we kijken naar leiding 20, Pompgemaal daar zo. We kijken naar Sophia's Lust als prioriteiten. In het zuiden van Wanica is er natuurlijk altijd een probleem bij de Malangweg, er is altijd een probleem aan de Schotelweg, de Vredeburg-series. Maar we hebben daar wel veel meer lange bomen ingezet in de afgelopen droge periode. Dus wat het ontwateringsgedeelte betreft zijn we niet ontevreden. Er zijn wel twee belangrijke kanalen, het Bilitonkanaal en Puerto Rico-kanaal, waar we wel met wat stremmingen geconfronteerd zijn. Dus dat is wel werk dat je met een ponton en een graafmachine moet uitvoeren. Dus daar gaan we nog steeds poging doen om dat op te lossen. Wat we in Wanica veelal hebben, zijn natuurlijk de kilometers aan onverharde wegen. En dus in de regentijd zullen er kuilen die ontstaan zijn in de droge tijd, zullen vollopen met water. We gaan met kleine machines proberen om zoveel als mogelijk dat water zo weg te laten vinden naar de afvoeren. Maar we moeten, wat we niet moeten doen is graders gaan inzetten, want dan gaan we modderpoelen creëren en dan zijn we eigenlijk nog verder van huis. Maar we kijken wel naar deze gebieden om te kijken wat voor kleine dingen we wel kunnen doen, dat die wegen nog redelijk begaanbaar blijven. We hebben in verschillende districten zijn we bezig met aannemers om met tweejarige contracten, dat zij het onderhoud van de wegen doen, het rehabiliteren en onderhoud van de wegen. Maar in de regentijd moeten we pas op de plaats maken wat grote wegwerkzaamheden betreft. Omdat we eigenlijk anders de situatie alleen maar verslechteren. En alleen maar op plekken waar echt diepe kuilen zijn, waar auto's en bromfietsen en bussen niet langs kunnen. Dat we daar wel een kijkje gaan nemen en kijken wat we samen met de DC's en het beschikbaar equipment, want dat is ook altijd de uitdaging. Iedereen zal zijn probleem prioriteit willen geven. Maar je hebt maar een bepaalde hoeveelheid equipment die je overal eigenlijk landelijk moet inzetten. Dus we zijn wel bezig in parameter aannemer. Komen we in, dan gaan we binnenkort een overeenkomst tekenen voor de onverharde wegen. In Marwijnen is het leger al bezig met de weg naar Rikanomofo. Maar ook daar zullen we met Surswam NV en nog een andere aannemer, Tjongalanga, gaan we een aantal wegen ook aanpakken. Dat is voor met het oog op de lange termijn. Er zullen asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden, maar ook bezanding. En zo willen we dus in de verschillende districten niet alleen maar een overeenkomst aangaan voor het rehabiliteren van de wegen of asfalteren, maar dat we ook een onderhoudstermijn van meer dan een jaar koppelen, zodat de samenleving ook kan zien dat er op een structurele wijze invulling gegeven wordt aan de kwestie ten aanzien van wegen. We zien het ministerie werk. Iedereen kan het beamen, het ministerie van Openbare Werken werkt. Maar dan nog zien we dat er bij veel neerslag gebieden toch onderlopen. Kan dit alles voorkomen worden? Wanneer er sprake is van veel regenval laten we zeggen dat het water in de rivier hoog is, dan moeten we pompen. En onze geïnstalleerde pompcapaciteit is laag, waardoor je dus altijd bij die genoemde combinatie van hoog water en veel regen, ga je altijd te maken krijgen met wateroverlast. Wat wij proberen te doen is om die periode van wateroverlast zo kort als mogelijk te laten duren. Dat het water op de natuurlijke manier zo snel als mogelijk afvloeit. Dus dat we zeggen dat de primaire kanalen schoon moeten zijn. En dat we de pompen ook op tijd draaien. En dus dat de mensen kunnen zien dat het water veel sneller wegtrekt. Dat is op dit moment het hoofddoel.
We hebben natuurlijk projecten in voorbereiding om meer pompen te plaatsen. Dan denk ik aan Geersvleet die dus in Morgenstand. Die dus een gedeelte naar het noorden moeten verpompen in plaats van naar de Suriname rivier. Dus daar zijn we voor de lange termijn, wat de lange termijn betreft, zijn we wel mee bezig. Maar op korte termijn doen we het traditioneel, dus de watergangen open houden, zoveel als mogelijk ontdoen van begroeiing. En natuurlijk moet het onderhoud op tijd plaatsvinden, dus we proberen ook op plekken, voordat het gras helemaal dicht begint te groeien, zetten we bijvoorbeeld gedetineerden in om daarmee ook te helpen om handmatig bijvoorbeeld de kroeshekken voor de sluizen. Dat zijn de hekken die eigenlijk het gras moeten tegenhouden, dat ze die hekken op tijd schoonmaken. Dat je dus geen stremmingen hebt bij de ingang van de pomp. Enzovoorts enzovoort. Dus we zijn wel bezig. Ik snap dat er vanuit de samenleving eenzijdig gekeken wordt, of laten we zeggen op een meer op het niveau van een individu. Van ik heb nu water in mijn huis, dus dat is mijn probleem en het moet opgelost worden. Dus ik begrijp dat er op die manier naar gekeken wordt en wij proberen zoveel als mogelijk in te spelen op het landelijk probleem dat zich afspeelt. En ja, ik ben nooit tevreden, dus ik zal altijd ook de druk blijven zetten op mijn afdelingen, maar ook met de actoren met wie we samenwerken. Dat we nooit stil moeten zitten, dat we altijd in actie moeten zijn.